Goedenavond, vanavond gaan we naar Filaret, de laatste filatelistische bedrijfsvereniging van Nederland. Ik heb heel moeilijk over dit. We zitten hier bij de Filaret, de enige filatelistische bedrijfsvereniging die nog in Nederland bestaat. In de jaren 30 was het zaak om het personeel binnen te houden en ja, postzegels waren toch een kleine belegging van de kleine man. En zodoende elk groot bedrijf die dacht dat het goed was voor het personeel om een bedrijfsvereniging op te richten. En dat kon een visvereniging zijn, dat kon een postzegelverrichting zijn, dat kon een knutselclub zijn. Specifiek voor de RET hadden ze destijds ook een mooie garage waar ze oude voertuigen en auto's, brommers en dergelijke repareerden, CPU opknapten. Ja, alleen helaas, ten deze van de tijd is meer internet en minder sociale contacten. En ja, daarom is het gewoon leuk dat een vereniging als de Filaret nu nog bestaat in de vorm waarin die ooit is opgericht. Goedenavond, is iedereen klaar voor de veiling? Ik heb hier 100 kavels klaarleggen. Ik begin dit keer bij kavel nummer 1, zo makkelijk. Kavel 1 Munten Almanak 2023. Wie voor €7,50? Munten. Niemand, dan gaat hij door. Kavel 2 Michel Catalogus 2020. Wie voor €15? Niemand, gaat hij ook op door. Kavel 3 Dik Groot Inzetboek met recent Duitsland, etc. Wie voor €4? €4 geboden. Niemand meer dan €4. Dan gaat kavel 3 voor €4 naar Erik Tulling. Dankjewel. Kavel 4 Dun Insteekboek Diverse Motieven. Wie voor €2? €2 geboden. €4. Oh, 2,25. Sorry, 2,10. Hoe kun je zo doen? 2,10. 2,20. 2,30. En dan mensen staan er niks, 2,40. Niemand meer dan 2,40. Dan gaat kavel 4 voor €2,40 naar Hans van der Brekel. Dankjewel. Kavel 4 voor €2,40. Kavel 71, Orderly. Wie voor €1,25? 1,25 geboden. 1,30. 1,40. 1,50. 1,60. 1,70. 1,80. 1,90. 2. Niemand meer dan €2. Dan gaan we 71 voor €2. Dan Erik Tulling, dankjewel. Let's go to the movies. Let's go to the show. Let's go all around here. Kaf van België in DDR, de Deutsche Democratische Republiek, wat erin zit. Redelijk compleet. Het eerste gedeelte van de veiling zit er nu op. Ze hebben nu pauze, dus enige verstapingen gaan hier de deur uit. En ja, als je een nummertje gemist hebt op de veiling, dan kan je het altijd nog in de naverkoop nemen voor de inzet van de veilingprijs. Wat u hier aan kavels ziet liggen is onverkocht gebleven, dus ja, je kan altijd nog even kijken van als u besluit een keertje mee te komen natuurlijk met de ondergetekende. Om te kijken of er iets van de galing is. Het tweede gedeelte van de veiling ligt achter mij met kavels. Dat wordt zo na de pauze geveld. Je weet het, alles vanaf een bond, alles vanaf een euro. 101 Cyprus.
blok 50 jaar Europa Sept. Ja. 1 euro geboden. Meer? Jan Dijken. 1 euro, hè? Alsjeblieft. Voor de 3, de post 1954. Euro. 1,25 achterin. Ja, koop je. Ja. 2 euro hier aan tafel. 2,25 achterin. 3. 3 nog. Niemand meer dan 3,25. 3,50. 3,75. Mag je hem hebben, na het afrekenen dan, hè? Ja. 3,75 voor de heer Tulling. Goed voor de vereniging. 103. Kijk Jos. Kavel 104. 4 bladen Frankrijk. Even zoeken. Ja. Onder de zegels in het doosje. Ik heb 1 euro. Ja, jij. Niemand meer dan 1 euro. Iemand. Gaat 130 voor 1 euro naar een keer. Tulling. Ja. Even kijken, 105 en 106 zijn niet verkocht. En 106 ook 1 euro. Dank u wel. Dat was hem. Dank u. Oké. Ja, zo zal ik stoppen. Thank you.